mevrouw. Hoe beleeft u de versoepelingen op dit moment? Ik vind hem ook lastig zonder mondkap. Want mensen komen toch heel dichtbij. De anderhalve meter is moeilijk te handhaven. Ja. Prima, is goed. Ja, ik vind toch wel dat men wat voorzichtig moet blijven met besmettingen. Want dat hoor je weer vanmiddag weer, of vanmorgen moet ik zeggen, op de radio. Dat het toch wel riskant is. Maar als we voorzichtig zijn, dan zijn de versoepelingen denk ik goed. Ja. Het is beter echt geworden. Ja, zonder die mondkapje is heel beter. In de supermarkt vind ik het geen lastig meer. Het feit dat ik nu ergens binnen kan lopen zonder mondkapje vind ik eigenlijk wel heel prettig. Omdat ik dan niet thuis hoef te zitten van waar is mijn mondkapje, waar is mijn mondkapje. Alleen het openbaar vervoer is nog een beetje moeilijk. Maar ik vind dat de versoepelingen echt een beetje, dat het goed gaat nu. Ik hoop dat het, de corona echt gewoon helemaal weggaat. Ik hoop het. Dat is fijn. Positief. Want het betekent dat de corona-invloed vermindert. En dat wij meer vrijheden hebben. Dat je nu zeg maar ook gewoon de winkel binnen kunt zonder dat je mondkapje op hoeft. En ja, dat je hem ook niet vergeten bent en eigenlijk weer naar huis moet om hem eerst op te halen. Ja, de anderhalve meter regel is nogal prettig dat hij er is, maar die wordt wel steeds minder gehandhaafd. Ja, dat alles weer mag. Van het weekend voor het eerst weer uit geweest. Dus, hoe was dat? Gezien. Ja, heel bijzonder. Maar het was heel leuk, want je ziet allemaal mensen die je nooit hebt gezien. Eigenlijk heel lang. Dus eigenlijk heel leuk. Wat is er anders voor u? Voor mij is het anders dat je voelt je vrijer. Dat klinkt heel vreemd misschien, maar met zo'n mondkapje op voel ik me beperkt. Het klinkt misschien heel vreemd, maar dat voelt wel zo. Je bent wat voorzichtiger in de contacten met mensen. Dus die afstand van 1,50 hou je meer in de gaten. En dat blijft ook nog relevant, dus dat is van belang. Voor mij weinig anders. Ik hield me aan de regels. Op een gegeven moment in ons hele leven is er weinig veranderd door de corona, moet ik eerlijk zeggen. Het irritante is wel dat we de mondkapjes nog op moeten in school. Ik bedoel, als het hier geen mondkapjes mag, dan vind ik in school dat ook gewoon niet hoeft. Maar voor de rest vind ik het wel fijn dat je het in de winkel niet meer op moet en allemaal dat soort dingen, ja. Verder versoepelingen is natuurlijk dat je nu op een terrasje kan gaan zitten en weer gewoon ergens naar binnen kan lopen om wat te eten. Ja, het feit dat ik weer moet wennen aan het feit dat mensen continu mijn gezicht kunnen zien. Ja, met name dat. Mensen kunnen weer glimlachen. Ja, en dan moet ik in één keer weer vriendelijk gaan doen. Is er ook een maatregel waarvan u zegt, die mag morgen meteen weer worden ingevoerd? Ja, die is er wel. Dat is alles wat van het buitenland binnenkomt via het vliegtuig verplicht testen. Ja. Want? Waarom zegt u dat? Ze brengen van alles mee. Ja. En je ziet het aan de jeugd die op vakanties gaat. Ik gun ze van harte. Maar ze brengen met stapeltjes, ze brengen het virus binnen. Ja. En dat krijgen mensen die nog niet gevaccineerd zijn. Ja. Plus dat mensen die wel gevaccineerd zijn het ook nog kunnen krijgen. Als ik u goed begrijp, dan is dit een maatregel die de regering zou moeten treffen. Dat is helemaal goed. Maar daar zijn ze wat laks in. Ik denk dat de anderhalve meter maatregel, die wordt nu minder gehandhaafd. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we die gewoon blijven handhaven en dat die er ook wel blijft. Ja, en als er weer een regel terug moet blijven komen, ja, dan is er misschien toch de mondkapjes. Nee. Ik denk ook dat het voor jongeren echt heel veel invloed heeft op hun, omdat ze zijn ook heel vaak thuis en zo, zeg maar. En worden ze ook echt meestal gek en zo van. Ja. Nou, ik denk dat we wat minder gemakkelijk omgaan met elkaar zoenen en dat soort dingen. Contacten denk ik iets minder. Dat is allemaal, vind ik, vrij begrijpelijk en dat juich ik ook best toe. Tot 12 uur de kroeg en dan sluiten. De avondklok moet volgens u weer worden ingevoerd. Ja, 1 uur tot 1 uur was langs had. Als je bij elkaar zit, dan koop je een kratje bier met z'n allen. Maar dat deden ze voor de coronacrisis natuurlijk ook al. Nee, ze gingen toch heel vaak naar de trainingen een cafeetje in, zeg maar. Die er al zijn, denk ik. Een beetje afstand houden van elkaar. Verder zou ik niet. En wat er is, dan in de bus gewoon wel het mondkapje op. In het openbaar vervoer het mondkapje op. Ik denk dat dat een goede maatregel is. Dat moet gewoon blijven. Ze zeggen dat er een nieuwe variant aankomt in het najaar. Ja, Delta. Heb je dat gehoord? En wat vind je daarvan?
Ja, daar vind ik het wel weer ergens een beetje dom, want dan gaat alles in één keer weg. En dan komt er een nieuw virus en dan begint alles weer opnieuw. Dat vind ik wel een beetje... Hoe zou je dat vinden? Ja, als dat gebeurt, dan vind ik het echt ontzettend dom. Nu wel, maar eerder nog niet. En als dat zo is, dan zou ik echt wel heel verdrietig worden. Ik ben blij met dat de maatregelen weg zijn en zo. Maar als het terugkomt, dan word ik daar ook wel heel chagrijnig van. Ja, het is gewoon belangrijk dat mensen gewoon goed gevaccineerd worden en ook in een goed tempo. Ja, een eventuele kanttekening dat weer een kleine groep bij elkaar kan komen in plaats van een grote groep, de anderhalve meter. Ja, en desnoods maar weer de mondkapjes. Ja, en daar maak ik me best zorgen om. Want je leest nu ook al dat inderdaad vooral waar concentraties mensen bij elkaar zijn, dat die nieuwe virus dus gemakkelijker toeslaat. Dat gaan wij met z'n allen niet redden. Met alle gevolgen van dien? Dat zit er waarschijnlijk wel in. Maar voorlopig bent u tevreden met de huidige versoepelingen? Ja, maar net wat mijn vrouw al zei, van sommigen gaan iets te ver op dit moment, want mensen die storen zich nergens meer aan. Ja, ja. Er zit wel een Delta-variant aan te komen als je de berichten beluistert. Wat zou u daarvan vinden? Zo veel mogelijk indammen en mensen gewoon verplicht, die van ver komen, verplicht even laten testen. Het idee, dat is een potentieel gevaar. Moeten we ons goed op blijven oriënteren. Ja. Maar voorlopig bent u een blij mens. Ik ben altijd een blij mens.